Een grote groep supporters was naar het trainingsveld bij de Bezoelhorst gekomen. Met fakkels, het afsteken van vuurwerk en gezang hoopten ze de spelersgroep en staf te motiveren voor de laatste 9 wedstrijden van de reguliere competitie. Met een groot spandoek van 140 bij 5 meter refereerden ze onder meer aan het vorige seizoen waarin de club door een beslissing van de KNVB promotie misliep. Na de puntendeling van vrijdagavond tegen Excelsior heeft de Graafschap de tweede plek die recht geeft op directe promotie nog altijd in handen. Het gat met concurrent Almere City bedraagt nu 2 punten, terwijl volgende week een uitwedstrijd wacht tegen NAC Breda.